Goedemorgen, van harte welkom in het Overijsselse Mariënheem, waar we te gast zijn bij stal Ingeborg Klooster vandaag voor de locatiekeuring. Net als vorige week mag ik de week aftrappen en ik doe dat deze keer samen met mijn collega Jan Hellings. Weer een drukke KVPS-week, morgen de derde instructiedag van de hengsten, woensdag de keuring in Lunteren, donderdag IBOP, vrijdag keuring bij Bosma. En zaterdag 3 keuringen maar liefst bij stal Suzanne Wind, Hens Woude en Papenburg Duitsland. Vandaag hier 13 paarden die we gaan keuren en we wensen u veel kijkplezier. Dear people, good morning. We are here at the stables of Ingeborg Klooster. We have 13 horses to inspect today. And we have a busy week this week. Every day there are inspections or stallions or IBOP. So you can enjoy this whole week Friesian horses. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Mary met voldoende rasuitstraling. Mary die heeft veel behang. De halsrichting zou wat verticaler mogen. Mary die wat bouw betreft een goede romprichting heeft, maar erg strak is in de bovenlijn. En ook het kruis zou wat minder hellend mogen. Mary heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De voorbeenstand zou correcter mogen. De stap is voldoende ruim en vlijtig. In draf zien we toch eigenlijk weer terugkomen wat we in de bouw zagen. Dan zouden we graag wat meer lichaamsgebruik en meer balans zien. De Mary wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 1. She is accepted in the studbook. No premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling, een fraaie halsvorm die misschien een tikje zwaar is. Merrie die beschikt over een goede bovenlijn waarbij ze wat strak op de lenderen is. Ze zou voor het mooie wat opwaarts gebouwd mogen zijn. De beenstanden zijn correct, de kwaliteit van het beenwerk zou iets droger mogen. De merrie valt op door haar vlijtige stap, resoluut met veel lichaamsgebruik en veel lengte. In draf toont ze een hoog ritme en zou ze meer tot gedragenheid mogen komen. Meer ruggebruik mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 2, she is accepted in the studbook with a third premium.
Dan hierbij het resultaat voor catalogus nummer 3. Een merrie met een heel mooi front. Merrie met een lange hals en een lichte hoofd-halsverbinding. Merrie die lang gelijnd is, een goede schouderligging heeft. Wat wegvalt achter het schoft en ook het kruis zou wat minder hellend mogen. De kwaliteit van het beenwerk is goed. De voorbeenstand zal wat correcter mogen. De merrie draaft met veel zweefmoment, lengte en houding. Maar de stap is helaas de beperkende factor bij deze merrie. We hebben haar tijd gegeven, maar het ontbreekt toch echt aan zuiverheid in de stap. En dat maakt dat we haar helaas vandaag niet op kunnen nemen. Number 3 is not accepted in the studbook. The walk was not regular and not sufficient for acceptance in the studbook. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Een merrie met veel expressie, mooie lange hals, licht hoofd-halsverbinding, veel behang. De halsstand zou misschien iets verticaler mogen. Een merrie die opvalt door een correcte bouw, lang gelijnd, goede bovenlijn, goede romprichting, mooie schuine schouder. Paard heeft droog beenwerk, is iets hol in het voorbeen. De stap is takmatig, zou iets meer lengte mogen hebben. De draf heeft ze veel buiging in het achterbeen, veel zweefmoment en ruimte. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 4, she is accepted in the studbook and declared star with the second premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Een merrie die, een 8-jarige merrie die lang gelijnd is, een goede romprichting heeft, evenredig gebouwd is. Merrie die wat verticalere halsrichting zou mogen hebben en iets meer expressie in het hoofd. Merrie heeft droog beenwerk, royale hoeven, het achterbeen is iets gehoekt. De stap is ruim en takmatig. In draf blijft ze een beetje op de voorhand, wel voldoende buiging in het achterbeen, voldoende lengte. De merrie krijgt een derde premie. The result of number 5, she gets a third premium.
Dan de uitslag van catalogus nummer 6. Een merrie met veel rasuitstraling. Heeft veel behang, een licht hoofd-halsverbinding, een mooie lange hals en een edel hoofd. Merrie die heeft een goede schoft schouderpartij. Zou wat sterker mogen in het middenstuk. Wel voldoende lang gelijnd. Het beenwerk zou iets droger mogen, maar wel correct gesteld. De stap heeft voldoende takt, zou iets meer lengte mogen tonen. En in de draf heeft ze een goede beentechniek. Ze draaft wat in een hoog ritme, zou iets meer gedragenheid mogen tonen. De merrie krijgt een derde premie. The result of number 6, she gets a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Nummer 7. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, mooie lichte hoofd-halsverbinding en een lange hals. Merrie beschikt over een schuine schouder en een voldoende gesloten bovenlijn. Merrie die beschikt over voldoende droog beenwerk. De hoeven zouden wat royaler mogen. De stap is takmatig en ruim en toont voldoende lichaamsgebruik. Helaas is de draf vandaag... zouden we graag meer ruggebruik en meer zweefmoment en meer kracht willen zien. En dat weerhoudt haar van een hogere waardering. Ze krijgt vandaag een derde premie. The result of number 7, she gets a third premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, een mooie hals en goede hoofd-halsverbinding. Voldoende jeugdig. Merrie die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn en misschien iets harmonischer gebouwd mag mogen zijn. Achterbeen is wat gehoekt, wel voldoende droog. De stap heeft lengte en takt. In de draf heeft ze mooi voorbeengebruik en goede buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt sterverklaard met een tweede premie. The result of number 8, she is declared star with a second premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Merrie die veel jeugd uitstraalt. Merrie die heel correct gebouwd is, lang gelijnd. Veel lengte in de hals ook heeft. Wat rasuitstraling betreft zou de hals, die is wel heel lang, maar die zou wat verticaler mogen. En Merrie zou misschien wat meer behang mogen hebben. Merrie beschikt over droog en correct gesteld beenwerk. De stap is vlijtig met takt en ruimte. De draf toont ze veel vouw in het achterbeen, goede houding, ook schakelend vermogen. Deze merrie nodigen we uit voor een tweede bezichtiging vandaag.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Een ruin met ruim voldoende rasuitstraling, veel behang, beetje onderhals. Dat ontsiert een beetje, maar wel veel expressie. Een ruin ook met een goede bovenlijn, een goede kruisligging. Zou misschien wat royaler gelijnd mogen zijn. Voldoende jeugd, droog beenwerk, correct gesteld beenwerk. Ruin waardeert zich enorm op in beweging. Stapt met heel veel lichaamsgebruik en veel veer. Draaft met een heel goed gebruik van het achterbeen. Veel vouw in het achterbeen. Opwaartse lichaamshouding. Heel veel souplesse in draf ook. En dat maakt dat we deze ruin opnemen in het stamboek en ster verklaren met een eerste premie. The result of number 10. This gelding is accepted in the studbook and declared star with the first premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Een hengst met heel veel rasuitstraling. Een hele mooie vertegenwoordiger van ons ras. Heel veel behang. Een edel hoofd. Een mooie halsvorm. Ook mooi zwart van kleur. Paard die ook correct gebouwd is. Goede bovenlijn heeft. Sierlijke belijning. Het beenwerk is correct gesteld. Kleine bemerking op de voorbeenstand. Het beenwerk is ook voldoende droog.
De stap is actief en takmatig, zou iets meer lengte mogen hebben. De draf heeft ook heel veel takt en een voornamelijk mooi gebruik van het voorbeen. Deze hengst wordt vandaag ster verklaard. The result of number 11, he is declared star today. Ik doe het eerst in het Nederlands en dan doe ik het wel in het Engels. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een hengst met ruim voldoende rasuitstraling zou wat meer expressie in zijn hoofd mogen hebben. Wel een hele mooie lange hals. Paard die in de bouw opvalt door een opvallend schuine schouder. Paard zou in het middenstuk wat sterker mogen. Heeft royale hoeven en droog beenwerk. Een goed gesteld beenwerk. De stap die zou wat overtuigender kunnen. Paard was ook wel wat in extase. In de draf toont deze hengst heel veel afdruk. Veel souplesse. En ook het voorbeengebruik. Hij heeft heel veel heffing in het voorbeen.
En het is ook mooi dat hij in een heel rustig tempo zoveel balans toont. Dus deze hengst, die wordt vandaag sterfverklaard. The result of number 12 in English for the owner. It's a stallion with more than sufficient breed expression. The head could have a bit more expression, a long neck. The confirmation, it's a horse with a nice sloping shoulder. And the back could be a little bit stronger. The legwork is dry and correct stances. Also good hooves. The walk could have more room, but it's regular. This stallion has a very good trot with a lot of power and a good use of the foreleg, a lot of suppleness. And this stallion is declared star today. Congratulations. De uitslag van catalogus nummer 13. Een stoere hengst. Met veel uitstraling. Er ligt een beetje onderhals. Maar sterk gebouwde hengst. Hengst die beschikt over voldoende droog beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap is actief en heeft voldoende ruimte. De draf toont veel takt, veel zweefmoment, veel souplesse. Voor het mooie zou het achterbeen nog iets meer door mogen treden, iets meer onder het lichaam mogen komen, maar heel veel positieve dingen in de draf. Deze hengst wordt dan ook vandaag sterfverklaard. The result of number 13. It's an impressive stallion with a good breed expression, a bit a bulging neck, the strong conformation, the stance and the quality of the legs is good. The walk is active, could have more room. The trot shows a lot of regularity, a lot of a good moment of suspension, a lot of suppleness, and
This stallion is declared star today. So congratulations to Dubai. Dit waren de paren die we vandaag mochten keuren. We krijgen nu nog één merrie terug voor een tweede beoordeling vandaag. Merrie nummer 9, kroonmerrie Zetske van Oostenburg, die net een eerste premie heeft gekregen. Ja, nu gaan we dan beginnen met de tweede bezichtiging van de kroonmerrie Zetske van Oostenburg, nummer 9. Een kroon AA-merrie, het Tjalleke Beert, Fokker Aardehoek in Drachtse Compagnie, eigenaar B. Jonkman en D. Katz in Marienheem. En de merrie heeft een IBOP van 77 punten. We continue with the second inspection of the crown mare, number 9, Zetske van Oostenburg. She has a double A predicate. The sire is Tjalle, the sire of the dam is Beert, the breeder is Aardehoek Drachtse Compagnie. En de owner is B. Jonkman en D. Katz, Marienheem. This mare has an IBOP score of 77 points. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9, de tweede beoordeling.
Deze kroonmerrie komt hier natuurlijk voor graadverhoging, voor modelverklaring. Voor modelverklaring moet zowel het exterieur eerste premie waardig zijn en er moet een voldoende test zijn. Nou, deze merrie die heeft ruim voldoende rasuitstraling. Deze merrie is erg modern, heel sterk gebouwd, lang gelijnd, beschikt over goed beenwerk. Met de test van 77 punten maakt dat dan ook dat we deze merrie vandaag met veel genoegen model verklaren. Gefeliciteerd! The result of number 9, Zetske van Oostenburg, the second inspection. She is declared model today. Oké. Dan zijn we aan het eind gekomen van de locatiekeuring hier bij stalhouderij Ingeborg Klooster. Bedankt hier voor de goede verzorging, de goede aanvoer waardoor we vlot konden keuren. Bedankt ook Adriaan weer voor het verzorgen van de livestream. We zien u heel graag morgen terug bij de livestream van de instructiedag, de derde instructiedag van de jonge hengsten. Aan het eind van deze dag zal ook duidelijk worden welke hengsten mogen instromen in het centraal onderzoek. Voor nu nog een fijne dag toegewenst en graag tot de volgende keer. Ook namens Jan Hellings. Ladies and gentlemen, thank you for watching again. Tomorrow is the presentation day of the young stallions. We thank you for watching and we wish you a nice day and see you again. Thank you.